Hoi allemaal! Dit wordt een extra ups en down video. Dit wordt wel een praatvideo waarin we gaan vertellen wat de uitslagen zijn van Jordi's biopt. En wat bedoelen we met de uitslag van Jordi's biopt? Een paar weken terug heeft Jordi biopten moeten laten afnemen. En ze hebben botox in zijn anus gespoten. En daar is uitgekomen dat hij de ziekte van Hirschsprung heeft. Nou is het zo dat wij vandaag gesprek hebben gehad met de chirurg. En we hebben papieren meegekregen. Deze papieren houden we voor ons. Dus als je ons af en toe een keer naar beneden ziet kijken, dan is dat puur en alleen omdat wij het juiste verhaal willen vertellen. We willen niet een half verhaal vertellen. En we vertellen natuurlijk ook over Jordi's operatie enzovoorts. Voor nu gaan we beginnen over wat de ziekte van Hirschsprung eigenlijk is. De ziekte van Hirschsprung die houdt heel kort gezegd in dat er zenuwcellen in de darm ontbreken, waardoor je verkrampingen krijgt en waardoor de ontlasting er niet doorgaat. In de eerste gedeelte van de zwangerschap, daar worden de zenuwcellen aangemaakt en die gaan van boven naar beneden groeien die aan. En het laatste stukje darm, daar is bij Jordi gedeeltelijk niet aangegroeid. En doordat die zenuwcellen niet zitten, krijg je een soort verkramping. En als iets vastgeknepen blijft, dan krijg je geen doorstroming meer in zijn darm. En dan boven die verkramping hoopt alles op, dus zijn darmen, zijn buik wordt bol. Ja, wij moeten zijn darm spoelen om die verstopping eigenlijk weer naar buiten te krijgen. Ja, en het probleem met die verstopping is natuurlijk dat het is geen doodstuk, want er komt gewoon bloed doorheen. Het werkt alleen niet, want normaal doen darmen dit, maar op dat stuk doet dit niks. Ja, de kunst is eigenlijk tijdens het poepen dat je je darm ontspant. Want als je ontspant, dan kan het bewegen. Ja. En dat is het probleem waarom het bij Jordi niet gaat. En ja, dan doet zijn buik vaak pijn en dat leidt tot schreeuwers toe. Ja. Dus, want soms is Jordi gewoon de hele dag bezig om te poepen. Dan hoor je hem de hele tijd persen, huilen. En dan soms is het in één keer een uurtje rustig en dan speelt hij weer lekker, is hij weer vrolijk. En dan is het in één keer weer dat hij eigenlijk weer helemaal over de schreef gaat van dat het pijn doet. En één keer is niet erg, twee keer is niet erg, maar ja, we zijn al anderhalf jaar hiermee bezig. Dus we hebben eigenlijk dit probleem eigenlijk al anderhalf jaar. Het probleem ook bij Jordi is dat het heel lastig te ontdekken is. Ze hebben vier keer een biopt afgenomen en pas het vierde biopt kwam de juiste conclusie uit. Ja. En ja, dat is voor de artsen frustrerend, voor ons is dat frustrerend, maar vooral voor Jordi. Ja. Want die blijft met zijn klachten. Ja, en iedere keer moet hij natuurlijk weer onder narcose. Wordt hij weer wakker? Heeft hij weer pijn? Dan zijn wij er natuurlijk om hem te troosten. Krijgt hij extra pijnstilling enzovoorts enzovoorts. Maar ja, dit wil je niet als ouder zijnde gewoon. Nee. En ook niet als arts hoor, want we hebben een hele fijne arts. Een chirurg. Hebben we haar leren kennen na toen de derde biopt van Jordi is gedaan. Toen, zij zag eigenlijk het dossier en ze zei, ik ga zelf die biopten afnemen. Ik laat er geen assistent of zo doen. Ja. Want ik wil zekerheid. Ja, want de derde biopt kwam eigenlijk uit wat ik dus al eerder in een extra video heb uitgelegd. Waar Jordi last van had. Daar kwam eigenlijk dan uit dat een bepaalde weefsel wat onderin bij de endeldarm zit. Dat zat ook wat verder naar boven. En zij zei gewoon de vierde keer, want we hebben met haar gesproken en zij had ook echt zoiets van ja, maar die ouders die zeggen dit niet voor niks. En die ouders die hebben niet voor niks een idee dat. En ik bleef ook maar terugkomen op van hij heeft volgens mij echt de ziekte van Hirschsprung. En ik geloof niet dat het alleen maar obstipatie is. En ja, hun hebben gewoon naar ons geluisterd. En ook de medisch verpleegkundige die heeft naar ons geluisterd. Ja, de oorzaak is eigenlijk niet bekend waarom hij de ziekte van Hirschsprung heeft. Nee. Het enige wat kennis is dat kinderen met Down-syndroom hebben gewoon over het algemeen vaker de ziekte van Hirschsprung.
betekent overigens niet dat het bij Down syndroom hoort. Nee, het is niet zo als je Down syndroom hebt dat je heersprong krijgt. Nee, dat is hetzelfde met hartproblemen. Iedereen vraagt aan ons, oh, heeft hij dan ook hartproblemen? Nee, het is een veelvoorkomend iets. Het is niet iets dat standaard bij een kind met Down syndroom voorkomt. Ja, het probleem is ook met Down syndroom dat je heel DNA door elkaar gehusteld is. Dus je kan, ja, je hebt gewoon zwakke punten. Ja, en daar zijn Jordi zijn darmen één van, in Jordi's geval. Wij kunnen natuurlijk niet vertellen over andere Down kindjes, wij kunnen alleen vertellen over Jordi. Ja, wat waren de verschijnselen precies dan? Ja, de verschijnselen, eigenlijk de eerste ontlasting is bij Jordi wel goed gegaan. Meestal als kinderen de ziekte van heersprong hebben, dan de allereerste ontlasting als hij net geboren, of binnen de 24 uur dat hij geboren is, die blijft dan uit. Maar die is bij Jordi wel goed gegaan. Ja, dat noemen ze meconium. Ja. Maar dat is die zwarte poep, ja. Voor de ouders onder ons. Ja, dat is de allereerste keer dat ze ontlasting hebben. Ja, dat is bij Jordi goed gegaan, maar dat was ook gelijk de laatste keer van die week. Ja. En daarna is uiteindelijk, ja, wij denken dat hij een soort bacterie die heel vaak voorkomt bij de ziekte van heersprong, dat hij die toen gehad heeft. En die is ook op te lossen met antibiotica. En wat heeft Jordi gehad? Antibiotica. Konden ze het daarna nog terugvinden? Nee. Dus dat is... Ja. Ja, het probleem is dat het bij Jordi eigenlijk heel moeilijk waar te nemen is dat hij die problemen heeft. Ja. En Jordi, dan moet ik er ook wel bij zeggen, Jordi is van zichzelf een heel vrolijk ventje, heel blij ventje. Zet zomaar een masker op, ook al gaat het niet lekker. Hij lacht tegen iedereen, hij vindt iedereen leuk, iedereen geweldig. En dan op het moment dat hij met ons bijvoorbeeld alleen is of met iemand die hij heel goed kent, dan komt het eruit. Ja. Dan laat hij zien van, hey, ik heb last en help me. Ja, meestal als we bijvoorbeeld een dag weggaan. Dan is het, als we thuis zijn, dan begint het met brullen, zeg maar. Ja, maar dan heeft hij al wel heel de dag buikpijn. En wij merken het wel aan hem, maar dat komt omdat wij zijn ouders zijn en hem goed kennen. Dus ja, wij merken het dan al wel dat er een probleem is. En in het begin natuurlijk heb je dan niet in de gaten van het is buikpijn. Omdat er tegen ons werd gezegd van, nou ja, hij heeft geen ziekte van heersprong, want uit de biopte komt niks. Maar we hadden ook ontdekt... Als je dan over zijn buikje wreef, dan begon hij anders te kreunen of te doen. Ja. En dan merk je toch op den duur van, ja, er is toch iets mis met die buik. Want als jij hem over zijn buik heen wrijft terwijl hij aan het huilen is, dan stopt hij ineens met huilen. Ja, en dat heeft ook weer met bepaalde druk te maken. En je hebt ook laatst, denk ik, voor zijn biop volgens mij, heb jij met hem dat jij zijn knieën omhoog duwde en dat je gewoon echt gewoon ontlasting eruit kreeg? Ja, ik was de luier aan het verschonen en op een gegeven moment merkte ik dat hij wou gaan poepen. Dus toen heb ik hem geholpen eigenlijk door zijn benen gewoon heel strak vast te houden en dan een soort zithouding te maken. Ja, en dan moet ik er ook bij zeggen, Niels is van nature heel rustig. En ik ben niet rustig. Ik heb nergens geduld voor. Ik vind het allemaal prima. En dus ik heb het wel in de gaten. Maar ik heb dan niet in de gaten dat ik dan die knieën omhoog moet houden. En Niels gaat gewoon op zijn gemakje staan kijken van, hé, wat doet hij? En hoe gaan we reageren? En zou dit helpen? Hadden we eigenlijk nog nooit zo'n grote drol gezien bij Jordi. Nee, het was echt iets van 50 centimeter wat eruit kwam. Hè? Maar nou komt het dus... Omdat Niels dus het allemaal ontspannen deed en allemaal heel relaxed met hem omging. En Jordi was ontspannen? Jordi was ook ontspannen. Hij had geen specifieke buikpijn. Hij had wel buikpijn, maar niet de buikpijn die hij heeft als het echt opgehoopt is. En toen heb je er echt wel 50 centimeter aan drol uitgehaald. Ja, en dan eigenlijk van tevoren zie je een best wel bolle buik. En daarna zie je een helemaal ontspannen buik. En het is ook zo, bij heersprong is het ook zo dat je, als een normaal mens ontlasting moet hebben, dan heeft hij onderin de buik een opgezette buik. Wat ons is wel eens opgevallen bij Jordi, ik weet niet of dat bij andere kinderen met heersprong ook is, maar bij Jordi is het zo dat als hij ontlasting moet hebben, dan is zijn
hele buik opgezet. Niet alleen onderin, nee, echt heel zijn buik. En dat is voor ons meestal een reden van, hij zit vol en er moet iets uit. Ja, de allereerste keer dat hij zo'n opgezette buik had, toen was hij nog een paar dagen oud. En toen kon je bijna door zijn huid heen kijken, zo opgezet was zijn buik. Ja. En je zag ook echt gewoon darmen onder zijn huid. Ja, darmlissen noemen ze dat. Ja. Ja, maar je ziet gewoon hoe de darmen eruit zien, ja, zonder dat je eigenlijk een röntgenfoto hoeft te maken. Ja. Ja, en voor ons, nu vallen dus puzzelstukjes op hun plek, denk ik, of en, niet? Ja, toen ben ik ook met Jordi op bed gaan liggen. Ja. En toen heeft hij eigenlijk de hele middag op mijn buik gelegen, met zijn buik. En doordat hij een beetje kon bewegen, kon hij zijn eigen buik masseren, waardoor het uiteindelijk... Ja, maar we moeten er ook bij zeggen, toen had hij een neuszonde. En die hadden ze opengezet, waardoor de lucht zowel van boven als van onderuit kon komen. Dus je hoorde af en toe ook gewoon lucht uit de zonde heen komen. Ja. Zodat hij kon het uiteindelijk wel kwijt, maar niet op de manier wat eigenlijk natuurlijk was voor hem. We hebben al verteld wat ze nou hebben gedaan om de diagnose te krijgen. Maar... En hoe het een beetje ruilt en zeilt met de problemen die hij nu ervaart. Ja, nou moet hij geopereerd worden. De operatie gaat plaatsvinden op 3 september. Op 2 september gaat hij opgenomen worden. En op 3 september gaat de manneke geopereerd worden. Wat gaan ze doen met die operatie? Ja, ze gaan eigenlijk kort gezegd een centimeter of 15 of 20 van het laatste stukje van zijn darm gaan ze eruit halen. En dan maken ze dat stukje vast aan de anus. Ja, en het kan zelfs meer zijn, maar dat kunnen ze pas op het moment van operatie beslissen. En wat houdt dat in? Er is een patholoog. Op het moment dat ze de darm eruit hebben gehaald, moet ik eerst even zeggen, ze noemen het een pull-through operatie. Ze maken een incisie in de buiknavel. Daarmee gaan ze de darm door de anus naar buiten doen. Uiteindelijk hebben ze de anus natuurlijk ook helemaal opengezet, waardoor dat kan. En ze gaan eigenlijk de darm door de anus naar buiten halen. En op het moment, ze moeten kunnen zien, dat zou namelijk, hun zijn de experts, ik niet. Maar ze zouden moeten kunnen met de blote ogen al moeten kunnen zien waar de hiersprong zit. En in hoeverre ze het weg moeten halen. En dan gaan ze een paar centimeter daarboven gaan ze een hapje eruit halen. Ja. Dan gaat de patholoog ter plekke onderzoeken. Ja. En als hij groen licht geeft, dat de cellen helemaal goed zijn. Dat daar voldoende zenuwcellen in zitten. Dan gaan ze hem daar vastmaken weer. Ja. En dan gaan ze dat stuk ertussenuit halen. En ze zeggen nu het is 15 tot 20 centimeter, maar dat is een schatting. Het kan zijn dat het gewoon meer is. Maar de hoeveelheid kunnen wij pas exact vertellen op het moment dat Jordi is geopereerd. Het is best een heftige operatie, want hij moet ook 5 dagen minimaal blijven. Ja, er staat 5 tot 7 dagen voor, mits dat er geen... complicatie optreedt. Als er een complicatie is, dan zitten we al heel gauw daar. Een lichte infectie houdt in antibiotica. Maar een zwaardere infectie kan zomaar inhouden dat hij een stoma krijgt. En dat we dan nog langer in het ziekenhuis zijn. Ja, dus dat is allemaal even afwachten hoe het loopt. Natuurlijk nemen we jullie mee in onze ups en downs serie. En dat gaat gewoon allemaal door zoals het er nu uitziet. Waarschijnlijk mogen we dan... vlakbij het ziekenhuis Ronald McDonald huis. Dat is waar jullie misschien wel eens bij de Mac zien jullie wel zo'n collecte ding bij de kassa. Daar gaat daar naartoe. Zodat ouders bij een kind kunnen blijven terwijl die in het ziekenhuis is. En als het allemaal een beetje mee zit, dan mogen we daar verblijven. Ja, proberen we daar een plekje te krijgen. Ja, dan kun je het, want anders moeten we kilometer of 60 op en neer. Ja, en dat is niet erg. We rijden heel graag op en neer, maar sowieso één van ons wil in het ziekenhuis blijven. Dan moet van ons samen willen we er gewoon weg eentje bij hebben. Omdat Jordi is al wat ouder, kent ons. Wij weten wat Jordi fijn vindt. En stel bijvoorbeeld Jordi gaat 's nachts een huilen uitbarsten. Ja. Dan kunnen ze ons gewoon bellen en dan kunnen we binnen 5 minuten kunnen we bij hem zijn. Ja, ja.
Dus en misschien dat het ook wel zo is dat, dat het in het begin slechter gaat met hem en dat een van ons bij hem op de kamer slaapt. We kijken gewoon even hoe het allemaal loopt. We gaan natuurlijk nergens op de feiten vooruit lopen. Nee. We kijken gewoon heel even hoe het allemaal gaat. Maar dan is hij geopereerd en dan komt hij thuis. Dan heeft hij sowieso een revalidatieperiode, want een darm is niet binnen een week geheeld natuurlijk. Hij kan wel eigenlijk al dezelfde dag eten. Ja, als goed is wel. Mits er geen complicaties komen. Ja, als goed is kan hij dezelfde dag al wel eten. Het is gewoon even de vraag, als hij die 5 tot 7 dagen goed heeft volgemaakt, is het de vraag of, want voor een gastric bypass, even een zijtak, staat 6 tot 8 weken voor. Dat staat hier in principe ook voor, want het is gewoon een operatie. Ze halen een gedeelte weg, er wordt weer dichtgenaaid. Je hebt gewoon meer kans, omdat het dus ook op het einde van de darm zit, op complicaties. Waaronder bijvoorbeeld dus die bacterie en dat soort dingen. Maar je hebt ook de kans dat waar het dichtgehecht is, dat het vernauwt. En dat hoeft niet in die 5 tot 7 dagen te gebeuren. Dat kan ook dus nog later gebeuren. Dus er zijn wel complicaties die later ook nog kunnen voorkomen. Ja, en het feit is als hij ziek wordt of koorts krijgt, gewoon voor een andere oorzaak. Ja. Hij mag op dat moment geen zetpil. Nee. We mogen hem niet temperaturen in de anus. Nee. We moeten dan ook een... En als zijn ontlasting niet wegloopt, mogen we hem niet spoelen. Nee. Dus er zitten gewoon voor's en tegen's aan. En in principe is het niet gezegd dat wij, als de operatie geweest is, dat we van spoelen af zijn. Eens een nierspronpatiënt, altijd een nierspronpatiënt. In welke mate is per patiënt verschillend, ook voor Jordi. Maar één ding is wel zeker, spoelmaterialen zullen we levenslang in huis moeten houden. Nierspronpatiënten gewoon eens in de zoveel tijd gewoon geen ontlasting kunnen krijgen. En daar kan 2 jaar overheen gaan, maar dat kan ook een maand zijn. Dat weten we allemaal niet. Dat is gewoon heel eventjes de vraag. En het kan ook zomaar zijn dat het 2 jaar goed gaat of 6 jaar goed gaat. En dan ineens begint te verstoppen. Ja. En dus wij weten niet wat de toekomst ons gaat brengen wat hiersprong betreft. Wat we wel weten is dat wij goede artsen en medisch personeel, een heel medisch team hebben we om ons heen staan. Die ons wel helpen waar we hulp nodig hebben. Mm-hmm. Zo zijn we nu ook bezig met, je hebt over een goede week, 1,5 week heb jij vakantie. Mm-hmm. Dan kunnen wij het spoelen zelf. Maar na zijn vakantie moet ik ruim 2 weken, dan gaat weer het werk en alles beginnen. Moet ik gewoon ruim 2 weken, moeten we nog het spoelen overbruggen. En in het weekend is dat geen probleem, want dan kan Niels me gewoon helpen. Maar door de week is dat wel een probleem. Als je 's ochtends merkt dat Jordi verstopt raakt en het echt niet meer uit kan houden, dan moet je eigenlijk gelijk spoelen. En dan kun je niet de hele dag blijven wachten tot ik thuis kom. Want ja, alleen is het eigenlijk niet te doen. In ieder geval, ja, wij zijn er niet zo gevorderd in ieder geval. Nou, bij kleine kinderen, als Jordi daar wat ouder is, is het makkelijker te doen. Want je kan vertellen tegen Jordi wat je gaat doen. En hij kent het dan ondertussen, helaas. Maar het is zo. En dan kun jij hem makkelijker sturen. Alleen op dit moment heb ik een kind die denkt bij zijn eigen... Hé, jij zit bij mijn reet en blijf van me af. Je hebt toch iemand nodig die zijn beentjes helpt vasthouden. Om hem in zijn poephouding te krijgen, om het even oneerbiedig te zeggen. Ja, wij doen het eigenlijk zo. Eentje houdt hem bezig en zijn beentjes vast. En dan de andere doet het spoelwerk. Meestal doe ik dat. Ja, meestal doet hij het spoelwerk en ik de beentjes. En dat is niet omdat ik niet kan spoelen. Maar dat is omdat ik iets meer in de gaten heb hoe dat ik Jordi rustig hou. En ik sneller dingen gepakt heb als Niels iets nodig heeft. Want eentje blijft er schoon en de ander mag vies worden. Dat is het eigenlijk. Ja, we doen het altijd in de badkamer, want dan kan die daarna mooi in bad of onder de douche. Ja. En dan is hij weer lekker fris. Ja. En ja, hoe het verder voor ons gaat lopen, wij weten het niet. Maar we weten wel dat wij dit wel aan jullie wilden vertellen in een aparte video. Ja, het is gewoon te veel informatie om in de reguliere video's te vertellen. Ja. En het kan natuurlijk zijn dat wij dingen hebben verteld dat andere hiersprongpatiënten denken van daar klopt niks van.
Wij vertellen het uit het oogpunt van Jordi. En we hebben daar een beetje een algemeen verhaal tussendoor gebreid. Dit omdat wij alles gewoon vanuit het oogpunt van Jordi kijken en niet specifiek een ander heersprong patiënt. We hebben genoeg vrienden en familie om ons heen om ons te helpen. Maar ja, sommige dingen moet je gewoon samen doen. Zoals dit. En ook het spoelen bijvoorbeeld, dat doe je gewoon liever met elkaar. Omdat je Jordi gewoon door en door kent en je weet precies wat je wel en niet bij Jordi kan doen. Ja, of met een professioneel... Ja, en het professioneel gebeuren, dat zit hem eigenlijk een beetje in. Puur en alleen in het feit dat, dat je het gewoon niet alleen kan en dat Jordi wel die hulp nodig heeft. Mm-hmm. Mochten er in de tussentijd nog dingen veranderen, en het is een extra video waard wat hiersprong betreft, dan komt die er zeker. Dit was eigenlijk een beetje wat wij te melden hebben. Mochten jullie nog vragen hebben, vrienden en familie natuurlijk, die kunnen ons natuurlijk berichtjes sturen via WhatsApp en zo. Ja, mensen die van buitenaf nog vragen hebben, onze Instagram staat hier beneden. Daar kun je natuurlijk eventjes via daar een DM'tje sturen of reageer hieronder op het kanaal. Ja, wij willen jullie vragen met liefde beantwoorden. Wil je op de hoogte blijven tegen de tijd van de operatie? Abonneer natuurlijk op ons kanaal. Ja, daar ga je zien hoe het bij ons ruilt en zeilt in het ziekenhuis. Ja, dan hebben we het zo, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Poeh, dat was een bevalling, of niet? Nou mensen, hele fijne avond, want we nemen dit in de avond op. En tot ziens. Doei.